mensenkind in zijn of haar leven. Hoe je ook bent, hoe je ook geaard bent, hoe je en waar je ook vandaan komt. Je mag er zijn, uniek, met jouw naam, in het licht van God, in het licht van de levende. En dat bidden we hier, vandaag in Jezus' naam. Amen. En Lonneke, dan ga ik jullie de doopvraag stellen en ook aan Peet, tante Merel. En daarbij vraag ik jullie om te gaan staan. De vraag die ik jullie stel is, verlangen jullie dat Lisa gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? En vertrouwen jullie haar toe aan de Eeuwige? En beloven jullie haar op te voeden in het licht van die doop? En haar voor te gaan in geloof, hoop en liefde? Wat is er op jouw antwoord, Roel? En wat is er op jouw antwoord, Lonneke? En dan vraag ik aan peettante Merel, wil jij dit petekind in haar leven omringen met liefde en aandacht en het, dat te doen in het licht van haar doop? Wat is er op je antwoord? Ja. Ik ben al te vroeg. Kom maar erbij staan hoor. Maak maar een kring. Ja, komt goed. Ja. Nou, van de kindernevendienst, de kinderen van de kinderkerk, die weten wel, hè? Wat heb je voor dopen nodig? Verklap het mij eens. Wat hebben we ervoor nodig? Kunnen we zo, hè, met water, hè? Nou, en waar is dat water? Zit hier niet in? Jij weet het wel, hè? Heb het verstopt. Waar is het water? In de kruik. Diede, wil jij dat voor ons doen? Het water in het doopvont gieten, ja? Nou, kijk. Het is een beetje een merkwaardig doopvond. Er kan niet zo heel veel water in dieden. Het gaat bijna overstromen zo. Zou het genoeg zijn? Ik weet het niet. Je weet het niet, nee. Nou, dieden, zoveel water heb ik niet over jou heen gegooid. Dus dit zal genoeg zijn. Ja, zullen we het hiermee doen? Ja. Nou. Nou, hier staan we dan om Lisa Hendrika te dopen. Het is wel mooi om te zeggen, Hendrika. Daarin worden de beide moeders vernoemd, beide Hendrika. Dus dat is mooi. En de witte doopjurk, dat vertelde Lonneke nog, daar is ze zelf ook in gedoopt. Die witte doopjurk is een prachtig symbool dat je in een rij staat als je gedoopt wordt. Ja, er zijn vroeger al heel veel kinderen gedoopt uit deze kerk. Zullen heel veel mensen gedoopt zijn. Iedereen mag eigenlijk gedoopt worden om bij God te horen. Je bent een kind van God. En dat is ook die mooie kleur wit. Dat is de kleur van God. Wit, dat hemelse licht, dat is nu vandaag voor Lisa bestemd. Zij is een kind van God. En dat is de betekenis ook van de doop. En nu gaan we dus echt Lisa dopen. Lisa, Hendrika, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Deze woorden geven jou mee door het water. Vroeg of later kom je dicht bij het geheim. In de hoge hemel staat er dat jij een kind van het licht mag zijn. Zo moet het zijn. Lieve mensen, u mag ook gaan staan. En wij mogen deze doopeling verwelkomen. Daarbij zeg ik, gemeente, ontvang haar in uw midden en draag haar in uw gebed. Welkom, kind van God, vrede voor jou. We zingen staande nu ook het Tessé-lied Bless the Lord, my soul.
kleine Lisa, hè? Ja. Dank je wel. Kind van het licht, kind van de zon, kind van de liefde, kind van God. Op een morgen zul je langs de weg een engel ontmoeten. Hij zal je een wit steentje geven, waarop je nieuwe naam gegrift. Je eigen nieuwe naam, zoals hij geschreven staat in de palm van Gods hand. Prachtig. Met liefde geschreven. Heel netjes. Echt. Ja, dank je wel. Ja.